Het krijgen en behouden van aandacht is misschien wel de grootste uitdaging van deze tijd. Hoe zorg je er dan als spreker voor dat je die aandacht wel krijgt? Het krijgen en behouden van aandacht is misschien wel de grootste uitdaging van deze tijd. Dat zegt reclameman en ondernemer Klaas Wijma in zijn boek Aandachtsmarketing. Iedere dag strijden tienduizenden boodschappen om onze aandacht. Van reclameboodschappen tot andere content als nieuws. En hoe kun je er als spreker voor zorgen dat jouw boodschap wel blijft hangen? Stel dat je 30 minuten spreektijd hebt. Hoeveel informatie blijft er dan hangen? En stel dat je niet de enige spreker bent, maar dat er meerdere sprekers op dat congres of event zijn. Hoeveel van de informatie blijft er dan hangen? Het antwoord is bitter weinig, weet ik als trainer en dagvoorzitter, maar al te goed. Veel presentaties zijn slecht opgebouwd, lijken op elkaar en zijn heel erg zendergericht. Dus hou op met al die introducties over jezelf of over jouw bedrijf als ze niet relevant zijn voor jouw boodschap. Er zijn veel manieren om dit beter te doen. Ik licht er hier twee uit, die ook door wetenschappers als Jona Berger en overtuiggoeroe Robert Cialdini worden genoemd. Het eerste, maak gebruik van emotie. En twee, vertel een verhaal. Aristoteles wist het vroeger al. Gebruik maken van emotie zorgt ervoor dat jouw hersenen, ja ook die van jou, beter onthouden wat de verteller wil overbrengen. En dus blijft dat beter hangen als het een gevoel oproept dan staafdiagrammen, IT-schema's of iets anders wat je zelf hebt bedacht, maar wat geen enkel gevoel oproept bij de toehoorder die je wilt bereiken. Zorg er dus voor dat je emotie gebruikt en echt impact maakt met je verhaal. En nee, je hoeft niet huilende mensen in de zaal te zetten. Een lach, verontwaardiging of herkenning, dat zijn ook emoties. En twee, vertel een verhaal of een story. Verhalen vertellen we echt al eeuwenlang aan elkaar. Op het dorpsplein en tegenwoordig op verjaardagen of via social media. Hoe vaak heeft iemand aan het einde van de dag het verhaal van zijn dag verteld in bullet points? Waarschijnlijk nog nooit. En toch is dat wat er op podia heel vaak gebeurt. We veranderen in levende powerpoints en vergeten het echte verhaal te vertellen. Terwijl de hersens dat verhaal wel registreren en jouw bullet points niet. Vertel dus een verhaal om jouw boodschap te laten beklijven. Samenvattend, zorg dat je wel opvalt in die grote bulk aan boodschappen. 1. Gebruik emotie, zodat het beter blijft hangen. En 2. Verpak het in een verhaal. Heel veel succes!